Het was al een hele tijd bekend. D66, vrienden, ja, die hebben gewoon gezorgd dat het kabinet bij elkaar bleef. En dat was vooral omdat ze hun klimaatagendaatje er nog eventjes doorheen wilden drukken. Ja, nou, daar zijn ze dus nu volop mee bezig. En wat hebben we nu aan onze fiets hangen? Ja, hebben jullie dat een beetje gevolgd? Er is dus een afspraakje gemaakt met Brussel nu. En nu gaan ze de Noordzee, ja let op hè. In ieder geval de landen eromheen. Daar komen dus 30.000, hey let je op, 30.000 windmolens. Die komen op zee te staan. Ja, nou dankjewel. En ik kan daar gewoon helemaal met mijn pet niet bij. Want als je dat een beetje volgt en je hoort daar een beetje over en je leest daar een beetje over, dan kom je er gewoon achter dat het allemaal veel te vroeg is, veel te snel. En waarom is dat? Ja, haast. Ze hebben haast met die molens. Want, oh god, want de wereld vergaat. Hé, wat is dit voor flauwekul allemaal? En ze weten nog niet voor de helft wat die windmolens allemaal gaan doen. Op zee. Nee. Sowieso op land al. Want daar worden mensen natuurlijk al helemaal knettergek van. Die daarnaast wonen. Maar ook daar zijn ze nog niet helemaal uit. Maar op zee. Wat denk je daarvan? Alleen al het plaatsen van die molens. Daar gaan vissen. Die worden er hartstikke doof van. Van het lawaai. Of ze gaan er zelfs dood van. En daar weten ze nog niet de helft van wat er allemaal met die vissen gebeurt. En wat denk je van al die draden die door de zee gaan? Hè? Met al die elektriciteit. Ja, dat geeft allemaal magneetvelden. En daarvan weten ze ook nog niet wat het allemaal doet met die levende wezentjes in zee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de corrosie. Van al het metaal. En dat geeft allemaal weer metaalvergiftiging in de zee. En daarvan weten ze ook nog allemaal niet wat er gebeurt. En trouwens, de vissers, die kunnen ook niet terecht in die gebieden waar al die molens komen te staan. Ook nog eens een keer. En dat is dus het beste voor hun om te werken. En zo gaat het maar door. Dus met die molens is van alles nog helemaal niet bekend. Wat denk je van het klimaat om die molenvelden heen? Dat verandert gewoon. Ja, dat blijkt nu. Hele andere temperatuur. Er waait minder wind. En noem het allemaal maar op. Dat moeten ze allemaal nog gaan uitzoeken, vrienden. Maar dat geeft zo'n... Ik hoor laatst van zo'n hoogleraar in de windenergie. Die geeft dat dan ook toe. Die zegt, ja, maar laten we maar beginnen. En aldoende merken we wel wat er gaat gebeuren. Dat kan toch niet, vrienden? Dat is toch onmogelijk? Je kan toch pas, wat ga je die 30.000 van die dingen daar neerzetten als je nog niet weet wat allemaal de gevolgen daarvan zijn? Dat is toch te gek voor woorden? En alleen maar omdat D66 hun eigen klimaatagendaatje wil doordrukken. Zo, even rustig aan. Rustig aan, Harry. Rustig aan. Hé, ik ben het weer kwijt.